Femke Bastiaan, vandaag stond hier in Woluwe de Belgische U16 tegen de Verenigde Staten. Was dat een moeilijke wedstrijd voor jullie? We hadden op voorhand gedacht dat het echt moeilijk ging worden. Het was ook een sterke tegenstander, maar we hebben dat goed opgevat. We hebben onze taak uitgevoerd zoals dat er gevraagd werd. En dat is goed gelukt. Dus 1-0 is de eindstand. Jammer dat het in de laatste minuut is gebeurd, maar we hebben onze taak uitgevoerd. We zijn blij dat het is gelukt. Jullie hadden heel vroeg in de match kunnen voorkomen, hè, bij die hoekschop van Inara Bouquer, denk ik. Ja. We hebben veel kansen gekregen. Jammer dat ze niet in de rollen zijn beland. Ja. Maar ja, kijk. En jij hebt er ook een paar moeten uithalen, hè? Daarvoor sta ik in toe, ja. Je hebt een prachtige redding gedaan in de tweede helft. Een bal dat je uit de winkelhaak haalde. Ik sta in toe om een ballen thee te houden. En ik probeer alles... Ik probeer mij net te clean te houden, zal ik maar zeggen. Ja. En heb jij een voorbeeld als doelvrouw, als keeper? Ik kijk wel op naar Nikkie Vraag. Ja. En gisteren waren jullie ook in Mechelen voor die bekerfinale. Hoe heb je dat beleefd? Want je speelt ook in Gent. Het is leuk dat Gent de beker heeft gewonnen. Het is tof. Volgende week is het aan ons om beker mee te nemen naar huis. Ja. Je kijkt er naar uit. Ja, inderdaad. Oké, dankjewel en succes voor het vervolg. Dank u wel.